Kijk dan! De shit. Dagelijks HD. Yo mensen, ik ben Matty en het is vandaag tijd voor een iets specialere Gouden Cup Challenge. Ik heb namelijk de beste speler van de wereld in mijn team. I feel paralyzed. Cristiano Ronaldo. Mijn leven zou niet compleet zijn als ik niet met hem zou kunnen spelen op FIFA. En laten we er maar gewoon een simpel teampje omheen maken. De linkerkant is voor Real Madrid. Verdediging? Lekker Duits. En de rest vullen we ook in met wat beesten. Holy shit, dit team is goed. Ondanks alle AIDS teams die ik gebruik heb de laatste tijd, is het weer eens tijd om flink te ownen in de Gouden Cup. Ronde 1. Here we go. Hij heeft ook best wel een goed teampje, maar dit wordt een leuk potje hoor. Zoek maar meteen de main man op. Oh, één man kwijt. En er gaan er nog vele volgen vandaag. Tweede man is voorbij. Ah, dat is jammer. Nee. Bruh. Hoppa, opgemieterd. Op je muil. Daar is Ronaldo. Oh, gaat er nog een man voorbij en ik geef de voorzet op. Walcotts. Omdat ik net mijn team leeg heb gehaald, ben ik ineens alle nummers weer kwijt. Pauper. Nou, dan heeft iedereen zijn verkeerde nummer. Sorry, het is vanaf vandaag is het geen CR7 meer, maar CR16 of zo. Lol. Ja, boom. Pauper op de paal. Hier hoeft maar een haakje te doen en op een kapbeweging en hij is er weer voorbij hoor. Nou, iemand vrij. Ja, daar staat geen hond. Wel, daar staat Sturridge. 1-0. Ziek gedaan weer langs die linkerkant. Nou, er is echt geen kaas gebeurd, jongen. In de eerste helft. Maar ik sta 1-0 voor. Allebei hebben we ook echt één schot op doel. Gewoon, broem op de trekker. Op de brommer bedoel ik. Op de trekker is Mertesacker. Hier naar binnen. Stop. Waarom? Heb je dat hele stuk voor lul gelopen, man? Wat is dit dan? Oh, hij heeft er echt met zo'n vingertje, heeft hij hem zo beet zo? Het is nog een penalty ook! Hoe? Gaat hij met Jules nemen, hoor. Ja, links! Ja, ja! Hij tikte hem ook echt half gammeld eruit, maar hij had hem, hoor. Oh, what the fuck heb ik gedaan? Oh my god. Dan hou je een penalty en dan geef je een goal cadeau. Ik gooi hem weer in zijn voeten voor de 100ste keer dit kutspel. Oh, nummer 8 is het. CR8 is het vanaf nu. Oh, ga er maar weer langs. Zoek je mama weer op. Naar binnen. En afmaken. En afmaken. Oh, op de lat. Hier, Fellaini houdt Jules gewoon bij. Hoppa, meters. Oh, ja, goed gedaan, Fellaini. Dit spel is zo belachelijk. Alles op alles hoor. Sturridge. Hij doet parkeer de bus, die vuile klootzak. Oh, de door Sturridge. Hou uit. Zorg dan niet. Er liggen er 6 fucking mensen. Tering Chelsea tactiek die erin zit. Waarom zijn er 6 mensen zijn eigen 16 te verdedigen? Wat een belachelijk spel ook. Ja, potverdorie zeg. Nee. Nou, Ronaldo. Fuck dit. Dit vergeten we even. Parkeer de bus. Flikker op, man. Team is wel goed, maar hij heeft een... Oh, zijn team is fucking goed. Maar hij heeft een standaard luik logo. Hey, voor de standaard luik kijkers. Feyenoord won 3-0. Ah! Walcott. Oh, wat ben jij belachelijk. Misselijk klote ventje. Oh, dicks. Dicks are real. Oh, rennen. Brrr. Scooter. Scooter. Ah. Oeh, ja. Oh. Oh. Wow. Oh, dit is werkelijk waar. Goed, briljant, fantastisch. Het is gewoon Ronaldo. Buiten spel. Waarom are you not buiten spel? Bruh. Hoe meen je dit? Derp. Pisslink. Oh, van Persie, dikzak. Jongen, als je nou eens even je haar verft, dan lijkt het niet alsof je oud bent. Mensen thuis zitten niet op hem te wachten. Ze zitten niet op jou te wachten, joh. Oké, tijd om te tikken. Waarom staan ze met z'n 36 in die tieve 16 te campen? Pak hem dan beet! Eigenwijze! Gaat hij er nou in? Die telt niet zeker. Rood! Ja, wat denken jij? Jij komt hier net mij? Werken, ik heb met Willem 2, met Go Ahead, deed ik het allemaal 10 keer zo goed als met dit team. Bruh. Get wrecked, mate. Wow, hij leeft of zo?
Dus ik heb nu niet verloren. Oké, nice. Fucking, dan moet ik iemand voor Boateng gaan zoeken. Yay, Benedikt Heuvedes. Potje tegen dit team. Opstelling gaat helemaal om. What the fuck, ik kan hier bij Walcott komen. Hoe de fuck kom ik bij Walcott? What the fuck, hoe kom ik daar dan? Hè? Zo. Ja, hoe kom ik dan bij Walcott? Ik kan niet bij Walcott komen. Ja, what the fuck. Fuck is dit? Ik kan niet schuin klikken zo. Nou speel ik me zo met Verlijn die op linksback. Kan mij ook een tyfus nog boeien, man. Derp. Heb jij ooit iemand zo zien koppen? Flikker op, man. Oh joh, wat is dit? Dit is een goal. Easy peasy. Derp. Oh, die keeper. Derp. Er gaat één keer in het jaar een corner in op FIFA. En die scoort hij precies naar zo'n... Tyfus blunder. Ja, fuck. Doe niet normaal. Dat is een penalty. Die gaat hij zelf nemen. Let maar op. Nee. Als je het over pech hebt, hè. Nou, maak de 1-1. Ik ben helemaal in de war. Het is 2-2, maar... What the fuck, jongens? Ronaldo, beuk iedereen weg. Oh, waar slaat dit op? Hij geeft niet eens een kaart zeker. Oh! Ik ben net zo slecht in het nadeel van die celebration als de trainer van Real Madrid zelf. Kijk dan! Gruwelijk! Knik! Boom! Sturridge! Hell yeah, ik heb een potje gewonnen en hij maakt dan toch het verschil, oh, die Cristiano Ronaldo. Ja, hij loopt naar de camera. Oh, hij loopt gewoon door de cameraman heen. Het zat niet helemaal mee vandaag, maar Ronaldo is zeker voor herhaling vatbaar. Ik weet niet in wat voor soort team jullie hem volgende week willen zien, want sowieso gaan we hem nog een keer gebruiken. Laat me dat weten en dan zie ik jullie volgende week maandag. Blauw duimpje zo vet zijn, dat weten jullie. Tja! Ciao! Dagelijks HD.